Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video, een nieuwe budgettoppers. Yay! Larissa en ik dachten, oké, dit was een serie die wij ongeveer een jaar geleden hadden gestart. Die heel erg goed liep, die we erg leuk vonden en op een gegeven moment zijn we ermee gestopt. Ja. Maar we dachten nu met de kerst vonden we het toch wel leuk om hem toch weer eventjes terug te halen. Ja, en toen we deze video aan het voorbereiden waren, werd ik ook echt gewoon super enthousiast van deze budgettoppers. Dus ik ben ook heel erg enthousiast om deze op te nemen voor jullie. Laten we nog even een kleine uitleg geven over wat budgettoppers nou waren. Ik zat er even over na te denken en ik zat te denken van oké, de serie had misschien een andere naam moeten hebben. Mm-hmm. Want eigenlijk, wat wij eigenlijk doen is niet alleen maar het goedkoopste van het goedkoopste laten zien. Maar we zijn eigenlijk een beetje de reclameblaadjes doorgegaan. En daar hebben we echt de toppers volgens ons, naar onze smaak en onze interesses, hebben die eruit gehaald. Ja. En die presenteren we aan jullie eigenlijk. Dus dat zijn reclame dingen die op dit moment in de bonus zijn, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zijn meer reclame toppers dan budget toppers. Maar weet dus bij deze, het is niet alleen maar het goedkoopste van het goedkoopste. Ik hoop dat jullie leuk vinden dat hij weer een keertje terug is gekomen. En laten we maar beginnen, want we hebben een hele reeks aan dingen die we gaan delen. En we hebben het weer onderverdeeld in diverse categorieën. Dit zijn aanbiedingen die op dit moment gelden. Dus wacht zeker niet te lang met, als je deze video hebt gezien, om je aanbieding te scoren. Mocht je iets leuks in deze lijst zien. Dus laten we beginnen met lifestyle en eten. Nou, het eerste is niet per se kerst georiënteerd, meer oud en nieuw georiënteerd. En dat zijn deze sterretjes met het jaar 2020. Ik vond het echt helemaal leuk. Nogmaals, het is niet het goedkoopste sterretje die je kunt scoren. Want deze kost 1 euro voor één zo'n ster. Ik denk ook wel dat deze redelijk lang gaat branden, toch? Ja, en deze komt van de Lidl. Of Lidl, als je echt deftig wil gaan klinken. En dit is gewoon heel erg leuk om bijvoorbeeld in een taart te doen. Oh ja. Waar kan je ja. Nog meer aan doen? Ja, eigenlijk in alles kan je het steken. Okay. Je kan het vasthouden. Ja, maar huh? Je kan het in alles steken. Nou ja, anyways, of je houdt het gewoon vast. Dat kan natuurlijk ook. Ook bij de Lidl is op dit moment het thermo-ondergoed in de aanbieding. En denk niet dat thermo-ondergoed alleen is voor als je gaat skiën en snowboarden. Ik wilde eigenlijk juist vragen, wanneer draag je thermo-ondergoed? Nou, als we echt nog hele koude dagen gaan krijgen, of het nou dit jaar nog is of volgend jaar, dan is het wel heel erg chill om dit gewoon te dragen onder, ja, eigenlijk je normale kleding. Want thermo-ondergoed ziet er zo uit. Ik heb deze toevallig vorig jaar al gekocht, bij Lidl ook precies. En het is eigenlijk gewoon een hele strakke top. En een hele strakke legging. Het ziet er anders uit dan ik dacht. Het lijkt op een sporttop. Ja, deze hebben wat meer, ja, ik weet niet hoe je dit noemt. Een beetje soort van figuurtjes, zodat die echt heel goed aan je lichaam vormen. Want het is heel erg de bedoeling dat het lekker strak zit. Zodat het echt die warmte vasthoudt aan je lichaam. En je kan het dus gewoon, zoals ik zei, ook onder je normale trui of broek dragen. En het zorgt gewoon echt voor dat je lekker warm en toasty blijft. Want als het misschien weer een beetje richting, wat was het vorig jaar, was het een beetje -6. Dan is het echt heel erg koud en dan is het gewoon heel erg lekker. Draag je hieronder ondergoed of is dit je ondergoed? Ik draag daaronder gewoon nog ondergoed. Dus gewoon een BH'tje en een slip. Godverdomme! Ik wist dat samen dat het heel erg zou vinden, dus daarom zei ik. Maar gebruik je ook het woord slip normaal gesproken? Nee. Oké. Okay. Superleuk voor in de kerstboom zijn natuurlijk candy canes. En het is echt ongelooflijk hoe vaak wij eigenlijk ook de vraag krijgen, waar kun je peppermint candy canes kopen? Want wij hebben er wel eens recept van gedeeld op YouTube, denk ik, en de blog, dat mensen daarom het aan ons vragen. Maar bij Lidl dus. En ze kosten maar 1 euro. En ze zijn best wel lastig te vinden, want ze zijn heel vaak in die aardbeismaak. En die vind ik persoonlijk niet zo lekker. Maar bij Lidl kan je dus nu de peppermint vinden. En die zijn echt super nice. En dan zagen we ook deze. Dit zijn chocoladelepels voor je dessert. En deze vonden we gewoon heel erg leuk. Dus daarom wilden we dit delen in de budgettoppers. Want het is ook niet zo heel duur. Tenminste, het is natuurlijk altijd goedkoop om je eigen lepels te pakken. Maar dit deze kun je opeten. En ik had ook iets van, het ziet er ook meteen gewoon heel erg leuk uit. Dus ik heb iets van, mocht ik dit jaar het toetje moeten verzorgen, dan kan ik gewoon misschien zelf moes maken of kopen. Ik doe er zo'n chocoladelepel bij en ik zeg, helemaal top. Nou, net had ik het al over de thermoskleding bij Lidl. En wat ze nu ook hebben zijn de lamsvel inlegzolen. En dat zijn eigenlijk gewoon hele dikke inlegzooltjes voor in je schoenen. Die ook nog een lekker vachtje hebben. En dat is gewoon heel erg lekker om je voeten net wat extra warm te houden. Zodat je geen koude voeten krijgt. En voor een setje betaal je hier nu €4,99 voor. En heb je op dit moment bij de Lidl ook een Fila crewneck. Nou, als je fan bent van dit merk, wat eigenlijk een beetje 90's is, toch? Ja, zeker. Dan is deze misschien wel heel erg tof. En die kost €29,99. Dus het is ook best wel leuk om die misschien cadeau te geven aan iemand. Gaan we door naar de Vibra. Bij de Vibra hebben ze een teppanyaki schotel in de aanbieding. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet wist dat het zo heet. Een teppanyaki schotel. Zo'n plaat. Het is eigenlijk gewoon een soort van gourmet plaat.
Ja, maar dat noem je inderdaad... Ja, nee, want een gourmetplaat is een steen. Daar noemen ze het steengrillen. En een teppanyaki is, zeg maar, die kan je ook volgens mij zelfs ingebouwd op je fornuis hebben. Dat is gewoon zo'n... Ja, gewoon een fancy woord voor eigenlijk gewoon een bakplaat. Het is echt zo'n ding wat gewoon gezellig is als je met een groepje aan het eten bent. Nou, bij de Wibra is hij op dit moment in de aanbieding voor 20 euro. En ik had ook gezien dat hij bij de Action in de aanbieding is voor 17,98 euro. Dan hebben ze bij de Wibra op dit moment ook eetbare glitters. En dat is super leuk als je gewoon lekker iets gaat maken voor de kerst. En dan kan je het extra feestelijk maken met die glitters. Wij hebben al wel die glitters thuis liggen, of die heeft mama liggen. Dus we hebben wel echt vaak... cupcakes gemaakt met glitters. Ik weet niet of je nog unicorn cupcakes kan herinneren met woordjes. Dus dat was super leuk. Maar moet je voorstellen dat jij het toetje maakt met de kerst en dat je nog even die glitters eroverheen doet. Dat ja, dan is het echt meteen gewoon level. Af. Ja. Nou, mocht je ook een kerstboom gaan neerzetten, wil je die natuurlijk versieren met leuke ornamentjes. En dan ben je bij Wibra ook echt aan het juiste adres. Want daar hebben ze hele leuke ornamentjes. Ze waren daar echt maar 79 cent. En dat is echt super geen goedkoop. Gelden. En ze zagen er heel erg cute uit. Dat vind ik nog wel leuk, want mochten die toch nog uitvallen door een kat of wat dan ook, dan is het niet heel erg erg, omdat ze dus maar 80 cent zijn. Nou, bij de co-op zagen we in het krantje een Bailey's lava cake staan. En dat is dus zo'n cakeje dat als je hem openmaakt, komt er zo'n rivier aan chocola uit. En in dit geval een soort van Bailey's crème. Dus wij waren helemaal excited. Ik ben helemaal naar de supermarkt gefietst. Het regende. Was geen goed idee. Ik was doorweekt en ik was te vroeg. Want wij nemen deze video natuurlijk eerder op. Dus het krantje was net uit. En dan zat nog niet in de winkel. En ik wilde hem zo graag proeven. Ja. Yeah. Ja, en deze die kost dus €1,79. En er zitten er volgens mij 2 of 4 in zo'n verpakking. Nou, ik had het net al over de kerstornamenten bij de Wibra. En bij Trekpleister hebben ze ook hele leuke ornamenten. Ze zijn wel ietsje duurder. Die zijn €1,99. Maar die zagen er ook echt heel erg leuk uit. En ik zag zelfs eentje in de vorm van een cactus. Dus dat is ook wel heel erg cute. Dan hebben ze bij de Trekpleister ook een warmtedeken of een elektrische deken die dus lekker warm wordt. En het is een 1-persoons. Deze die kost €17,99. Dus dat vind ik nog best wel meevallen. En dat is iets wat wel heel interessant klinkt. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik heb echt gewoon... Mijn doorbloeding is ook super slecht. Ik heb het best wel snel koud. Mijn handen hier zijn ook nu... Jeetje. Heb je dat niet zelf? Hij is heel koud. Ja, mijn voeten die zijn ook ijskoud. Normaal ben ik heel koud, maar in dit geval ben jij het. Larissa die loopt gewoon, die heeft letterlijk blote... Eww, dat hoeft niet. Too much. Nee, grapje. En dan lijkt me ook ideaal als je gewoon lekker van een boekje lezen houdt. Dan zit je echt stil. Of je luistert even een podcast. Dan zit je stil en krijg je het snel koud. Dus dan is het wel chill om gewoon zo'n warmtedeken over je heen te leggen op de bank. In je bed. Dus ja, in de auto. Ideaal. Overal. Ja. Op je werk. Oké, ik zag bij de HEMA een leuk product. En nogmaals, dit is niet een budget product. Het is niet de allergoedkoopste champagne of prosecco die je kunt vinden. Tenminste, ik zei nu champagne of prosecco, maar het is eigenlijk een cava. Ze hebben namelijk bij de HEMA een cava brut met een ledlampje. En ik had helemaal zoiets van, oké, die verpakking is wel echt heel tof. Want je zet hem neer, je doet het lampje aan en het is net alsof er huisjes... Ja, heel gezellig. Ja, staan. Ja, ik vond hem helemaal leuk. En ik denk ook dat het gewoon heel erg leuk is. Want als jij zeg maar bij iemand op bezoek gaat om lekker te eten en je neemt een wijntje mee. Want volgens mij doen heel veel mensen dat. Dan is het wel misschien extra. Niet dus. Nee. Dus het is wel extra leuk om dan deze mee te nemen. Want die geef je en die kan je gelijk aanzetten. Het is niet van je geeft hem en hij wordt in de keuken neergezet. Ja, dat lijkt me gewoon leuk dat je dat iets geeft en dat het dan daar staat. Nou, gaan we door naar Zenos. Ik had het al 2 keer eerder over ornamenten. En ik kom weer terug met ornamenten. Want ook bij Zenos hebben ze een aanbieding op de ornamenten. Namelijk 2+1 gratis. Ik zag er best wel leuke bij de Zenos. Ik zag eentje van een kikker. Ja. Ik zag er eentje met luipaardprint. Ik zag ze met velvet. Ja, daarom. Dus het is gewoon heel erg leuk om elk jaar misschien 1 of 2, 3... extra 4 of 5 in de boom te hangen. Nou, bij de Zenos hebben ze hele leuke plantenbakjes op een voet voor een €7,99. Ik denk dat we in letterlijk elke budgettoppers een plantenstandaard hebben genoemd. Echt? Ik kan me in ieder geval herinneren, want er zijn overal plantenstandaarden te koop. Maar we vonden deze wel heel erg leuk en heel erg betaalbaar. En wat we heel erg leuk vonden is dat in het blaadje hebben ze dan zo'n kleine kerstboom. Dus dat is dan eigenlijk gewoon als je een beetje een minimalistische kerst wil. En je hebt dan zo'n klein boompje, maar je vindt het een beetje... Ja, je weet niet waar je het ding moet laten. En dan gaat hij toch wat meer de hoogte in zonder dat je een grote boom hebt. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus ik vond dat ook best wel een leuk idee. Ook bij Zenos hebben ze nu poederspray in de aanbieding. En dat is eetbare glitterpoederspray. Dus die spray je echt, waardoor het denk ik heel erg mooi en natuurlijk over een cupcake of een ander soort cake wordt...
Het is echt next level, toch? Ja, en ik heb nog nooit op deze manier zeg maar een glitterspray gezien die je dus echt kan spuiten. Want meestal inderdaad die potjes. Ja. En dan zei mama altijd van doe er een vork in. En ga dan heel voorzichtig dat doen. Want als je dat potje omkiepert, dan heb je gewoon alleen maar glitter. Ja. Ik zou alles beglitteren. Ja, dus dat vind ik zelfs wel leuk. Zelfs de kalkoen. Dus ik heb daar denk ik die 4,99... Ik heb denk ik die 4,99 wel over voor een glitterkalkoen. Gaan we door naar het volgende segment. Heet dat zo? Segment? Categorie? Categorie. Weet ik niet. Wanneer is iets een segment? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat klonk gewoon leuk. We starten bij de Vibra, want daar zag ik hele leuke, ja eigenlijk wel echt hele leuke Christmas t-shirts in de aanbieding. Want rond deze tijd, volgens mij zijn er best wel vriendenclubjes die dan een soort van ugly Christmas sweater party geven. Zijn dit fantasieën van jou? Fantasieën? Nee, er zijn oprecht... Ik heb daar video's van gezien. Ik vroeg me echt al af van waar komt de informatie vandaan? Tara die lacht, maar ze bedoelt het niet rot. Nee, want nee, het is nee. hartstikke leuk. Nee, ik bedoel het helemaal niet rot. Ja. Ik vind ook die Christmas sweaters en dat soort dingen leuk. Maar ik zit gewoon te denken van, grijp je dat nou gewoon uit de lucht? Nee. Want er bestaan allemaal van die vriendenclubs die dat doen. Ja. Dat is zo. Nou, bij de Big Bazaar heb je een Nike, ja eigenlijk gewoon een hele set van Nike. Je hebt een joggingbroek, je hebt een trui. En een t-shirt. Je hebt een t-shirt, maar een t-shirt had uiteindelijk lange mouwen. Oh. Geloof ik. Nou ja. Tenminste, degene die ik zag liggen hadden lange mouwen. Een tas. Alles Nike. Nike kan best wel wat prijzig zijn. Maar bij de Big Bazaar viel het allemaal wel mee. Want een Nike jogging hoodie, die kostte maar €16,99. En de broek die kostte maar €13,99. Dat zijn echt super prima prijzen. Ik ben even langs gegaan om te kijken. En ik heb hier een hele skere foto van de trui. Spijt me, ik was in mijn eentje. Ik wist niet hoe ik hem anders op de foto moest zetten. Hij voelde echt best wel lekker aan. De maat was niet juist, dus ik heb hem niet meegenomen. Maar ja. Ik vond het heel leuk uitzien op de foto met die broek en de top, zeg maar. Maar het gaat wel echt keihard. Dus als je die wilt, zou ik er echt... echt even bellen of gewoon erheen gaan. Nou, bij de Action zag ik een aanbieding voor de Kate panty. Nou, moet ik even eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat ze nou bedoelen met Kate. Is dat iemand die bekend is? Gewoon was, om ja, maar een naamje te geven aan een product? Nee, het was echt op de verpakking. Mijn schoenen verpakking. Heet ook Olivia. Ja, maar op de verpakking stond ook echt Kate. Maar ze hebben een panty in de aanbieding van 60 denier. En die was maar €1,48. Dus dat vond ik ook echt een super goedkope prijs. Met Dr. Martens gaat bij mij altijd wel best wel snel kapot. Ja. Dus dan is €1,48 wel een heel fijn prijsje. Om er gewoon een aantal bij voor in te slaan. En dat je niet super baalt als er dus weer eentje een flinke ladder heeft. Nou, bij de HEMA hebben ze op dit moment... glitter flared pants. En zoals jullie misschien wel weten zijn we er helemaal fan van. Ja, en wij hebben eigenlijk al eentje in de kast liggen die heel erg soortgelijk is. Ja. En het is gewoon super chill. Het staat gewoon super lekker disco ook met die glitters. Ga er echt helemaal goed op. Het is trouwens ook super tijdloos, want het komt gewoon elk jaar weer terug, de glitter. Ja, dat is waar. Het is dus kortom super. Hoe irritant vind je het woord super? €15. Nou. Nou, kan je geen genoeg krijgen van glitterkleding, dan kan je ook bij Bristol je hart ophalen. Want daar hebben ze een glitter jumpsuit in de aanbieding. En ook daar zag ik al in de tekst dat het een hele comfy, stretchy jumpsuit is. Dus hij is echt perfect om weer te dragen wanneer je lekker gaat eten tijdens de kerstdagen. Wanneer je lekker gaat dansen. Ik denk gewoon dat je hiermee meteen een kerstoutfit klaar kan hebben. Of ja, een nieuwjaarsoutfit. Dus. En daarom wilden we al heel erg graag delen. Maar we weten ook wel van, oké, het is niet... mega goedkoop, maar het is ook niet mega duur. Nee, ja, want als het bij H&M zo zou zijn, dan zou niemand zijn hand ervoor op omdraaien, zeg maar. Dan is het is een hele typische soort van prijs. En voor een jumpsuit vind ik het een prima prijs. Dan, in de categorie beauty hebben Larissa en ik een hele leuke Real Techniques kwasten set gezien bij de Ethos. En dat is echt wel chill om een cadeau te geven. Ja, ik gebruik dagelijks de kwasten van Real Techniques. Het is echt gewoon goede kwaliteit. Nou goed, Ethos had nog meer hele goede deals. Maar deze sprong er echt eventjes voor ons uit. Eigenlijk is dat sowieso natuurlijk met deze hele video. Ja. Dit zijn degenen die er bij ons uit sprongen. We zijn trouwens nog niet klaar. Want we hebben nog een leuke budgettopper om te delen. Namelijk natuurlijk bij Kruidvat niet te vergeten. Daar haalden ze namelijk een aanbieding op de mascara's. Namelijk 1 plus 1 gratis. En dat vond ik wel echt een super vette deal. Koop er 1 en een extra voor jezelf als voorraad. Of koop er 1 voor jezelf en geef je favoriete mascara ook aan een ander weg. Dat is ook wel een hele leuke gedachte. Nou, dit waren dus echt een beetje die reclametoppers die er voor ons een beetje bovenuit staken. Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke aanbiedingen
Jeetje mina, wat een lastig woord zeg. Aanbiedingen te vinden. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om deze aflevering weer te zien. Wij vonden het super leuk om deze op te nemen voor jullie. Dus laat ons zeker eventjes in de comments weten wat jouw favoriete budgettopper of reclametopper is. Die je in deze video hebt gezien. Laat eens even weten of jij misschien ook een ugly Christmas sweater party doet met je vrienden. Of dat ik weer uit mijn nek loop te kletsen, maar volgens mij is het echt niet zo. Nou, mocht je het nog niet weten, Larissa en ik hebben ook nieuwe shirts toegevoegd aan de webshop. Degene die ik aan heb, Nasi Goreng, en hieronder staat Endless Weekend. En dit shirt met Endless Weekend, dat is ook misschien wel een heel erg leuk kerstcadeautje. En we hebben nog meer andere toffe dingen toegevoegd. Dus neem zeker even een kijkje. En we hopen dat jullie deze video weer leuk vonden. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende video. Doei doei! Doei!